dat gaat de bodem in. Ik leg hier vandaag een van de ambities voor jullie toe van het gemeentelijk plan voor de duurzame ontwikkeling van de stad Brussel. Die ambitie gaat over het creëren van een stad die ademt. Een paar van deze pijlpunten zijn om een stad te creëren die verfrissend is voor de bevolking, maar ook om een stad te creëren die het regenwater op een natuurlijke wijze opneemt, zodat er minder overstromingen komen te ontstaan op de grondgebieden van Laeken en het noorden van de stad Brussel. Door de klimaatopwarming ontstaan er meer en hevige piekbuien. Dat betekent dat de stad meer regenwater moet verwerken op een kortere tijd. De riolering die kan dat niet meer slikken. Daarom proberen we, zoals hier in het Marsupilamiplein, innovatief te werk gaan en materialen te kiezen die zowel stevig zijn voor de mensen waarop gewandeld en gelopen kan worden, als water kan infiltreren. Dat water dat dan infiltreert, wordt dan opgenomen door de bomen, die dan tijdens de zomer voor verfrissing kunnen zorgen voor de mensen die hier aan het spelen zijn.